heeft Amsterdam dan eindelijk een nieuw stadsbestuur. D66, de VVD en de SP vormen de komende 4 jaar het nieuwe college. Voor de SP is het meebesturen een primeur. Na 20 jaar in de oppositie is het nu tijd dat de SP in de coalitie gaat. Daar hebben we nooit een geheim van gemaakt dat we dat wilden. Dat we met zo'n mooi akkoord kunnen gaan doen, ja, dat is voor ons helemaal mooi. Dat de SP nu een jaar in het bestuur zit en je begint het ook in de stad te merken. We hebben laten zien in het eerste jaar dat we kunnen besturen en de SP kunnen blijven. Ik denk dat we belangrijke resultaten hebben geboekt. Als je kijkt naar het meest ambitieuze armoedebestrijdingsprogramma wat er is. Echte aanpak van de jeugdwerkloosheid en het betaalbaar houden van woningen in de stad. Daar ben ik heel trots op. En het laat zien dat we het kunnen. En het laat de verantwoording op ons om de komende 3 jaar het nog beter te doen. Ja, je ziet dat er verschil gemaakt kan worden door de SP in het bestuur. Amsterdam geeft de komende 4 jaar maar liefst 100 miljoen euro uit aan armoedebestrijding. Zo'n 20 miljoen meer dan de afgelopen jaren. Voor die Amsterdammers die geen werk kunnen vinden, omdat ze buitenspel staan op dit moment, zeggen we wel, u moet ook mee kunnen doen, jong en oud, iedereen hoort erbij. Amsterdam is van iedereen. Het geld gaat onder meer naar een ruimere regeling armoedevoorzieningen. Waardoor ook mensen die 120% van het sociaal minimum verdienen er recht op hebben. Nou, omdat voor die groep het ook lastig is om rond te komen. Ik heb onderzoek laten doen door het Nibud. En die zeggen dat deze groep ook tekort komt. En dan vooral voor die kinderen in die groep vind ik het heel belangrijk dat die mee kunnen doen in Amsterdam. Verder wordt het onder meer besteed aan gratis OV voor arme ouderen. Een scholierenvergoeding voor ouders met weinig geld. En een pc-regeling waarmee arme gezinnen een laptop krijgen. Wonen in deze stad betaalbaar te houden, dat doe ik door afspraken te maken met de corporaties. Dat ze de huren niet allemaal tot het maximum laten stijgen. Door heel veel woningen bij te laten bouwen. Door lege kantoren om te vormen tot woningen. En te voorkomen dat woningen gebruikt gaan worden als illegaal hotel. De gemeente gaat de strijd tegen illegale vakantieverhuur opvoeren. Het gaat om sociale huurwoningen die, bijvoorbeeld via Airbnb, stiekem aan toeristen worden onderverhuurd. Dat gebeurt in de ogen van de gemeente nog veel te vaak. Daarom komen er meer controles en wordt de samenwerking met de woningbouwverenigingen opgeschroefd. We hebben meer mensen die gaan controleren. We krijgen meer meldingen van Amsterdammers. En we hebben betere opsporingsmethodes waardoor we zelf achter veel meer misstanden kunnen komen. Daarmee gaan wij steeds meer achter de mensen aan die hun woning helaas als een illegaal hotel gebruiken. In Amsterdam, dan hebben we al heel veel kunnen bereiken. En dat is heel mooi. Bijvoorbeeld 1000 gezinnen, arme gezinnen in Amsterdam, krijgen het komende jaar weer geen huurverhoging. En dat is een belangrijk succes voor een heleboel gezinnen die toch echt wel in de armoede zitten. Maar we hebben ook veel kunnen bereiken als het gaat om de opknap en renovatie van allerlei oude wijken in Amsterdam. De RE-strook, daar zijn een aantal woningen waar we heel lang voor behoud hebben geknokt, die nu behouden blijven. Datzelfde geldt voor de Van de Pekbuurt, waar we echt al meer dan 10 jaar als SP strijd voeren. En die woningen zijn nu gewoon gered van de slopershamer. Wat als wethouder toch aanzienlijk makkelijker ging dan alleen maar vanuit de oppositie. Amsterdam trekt 28 miljoen euro uit voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Jeugdwerkloosheid moet verder omlaag. Daarom gaan de gemeente, het bedrijfsleven en de scholen samenwerken. Vooral om de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven te verbeteren. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente dat er uiteindelijk jaarlijks ruim 5000 jongeren weer aan het werk gaan. Tegen al mijn gasten zeg ik, we zitten op de laagste etage. Dat wil zeggen dat we het dichtst bij de gewone mensen zitten en dat we het meest van hun verhalen moeten horen. De SP wil dat hun eigen leider Laurens Ivens zo snel mogelijk om de tafel gaat met woningcorporatie IJmeren vanwege het uitzetten van huurders in het centrum. De SP ging vanochtend langs huurders in de Jordaan om hen te vragen naar hun mening over de aangekondigde renovatie van IJmeren. Ze gaan renoveren, dat is uitstekend, dat lijkt ons heel goed. De huurder, woningen verkopen lijkt ons niet zomaar een goed idee. Huurders hebben ook het recht om hier terug te keren. Reden genoeg dus voor de SP om bij hun eigen wethouder Laurens Ivens aan de bel te trekken. Ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen. We moeten heel veel uitleggen, want niet alles lijkt precies wat het is. Maar we krijgen ook gelukkig ook heel veel positieve reacties
Mensen die vertellen van ja, ik ben lid geworden van de SP omdat de SP het lef heeft om deze stad te besturen. De SP'er moet je wel weten wat je echt moet doen. Het gaat niet om de luxe die je aangeboden krijgt als wethouder, maar het gaat erom dat je weet wat er in de stad gebeurt. Daarom ben ik heel blij dat er nog steeds wekelijks gewoon vrijwilligers van de SP de straat op gaan om te horen wat er speelt. Zelf ga ik graag ook mee. Gewoon om te horen nog wat er aan de hand is, om aan mensen te vragen wat de problemen zijn. Is om niet in de sukken te blijven zitten, niet te veel te vergaderen, niet te veel te overleggen, maar vooral heel veel buiten te zijn, buiten zichtbaar te zijn en daar de geluiden op te pikken en die in de raad weer te laten horen. Je ziet dat er enorme toestroom naar Amsterdam is. En uiteindelijk, als er niks gebeurt, dan wordt door middel van die enorme druk op de stad, worden met name de armste mensen, worden de stad uitgegooid. De SP gaat dat voorkomen, gaat zorgen dat Amsterdam een gemengde stad blijft, waar met gemengde buurten, waarin ook mensen met een kleinere portemonnee nog steeds welkom zijn, werk kunnen vinden, een woning kunnen vinden en gewoon fatsoenlijk kunnen leven. Zo te zorgen dat wij over 3 jaar nog groter uit verkiezingen komen en de stad nog een keer mogen besturen.